restanten van de batterie Fiemel bij Termunte. Eens stond hier een krachtig afweergeschut, bedoeld om Duitse steden te beschermen tegen geallieerde luchtaanvallen. Ook vanaf Stellingen bij Nansum, Delfzijl en de Karel Koenraadpolder werd op vliegtuigen geschoten. Maar toen Canadese en Poolse troepen Delfzijl naderden, werden de kanonnen ook gericht op doelen op de grond. Dorpen en boerderijen kwamen van twee kanten onder vuur te liggen. We zagen steeds meer mensen langs stromen vanaf Zuiderburen. We waren allemaal NSB'ers en weet ik veel. En mensen die dus eigenlijk min of meer op de vlucht waren, allemaal richting Delfzijl. We hadden natuurlijk best leed van maken, we dachten, daar gaan ze. En die Canadezen die kwamen erachteraan en in alle dorpen gingen zo die jaren die Duitsers voor zich aan en klaar, ze zijn weg. Zo was hier de gedachte ook, maar dat ging heel anders. Zondag 15 april 1945. Inwoners van Woldendorp zien de geallieerde troepen al in de verte. Maar dan komt een bevel van de Duitsers. Het hele dorp wordt ontruimd. Alle bewoners moeten vertrekken. Men dacht, het is maar een paar dagen, dan is het over. Maar dat het uiteindelijk 3 weken werd, daar was niet op gerekend. Kijk, hier staan we dus voor het huis waar ik geboren ben. Aan de Zwaarweg. Toen Emden gebombardeerd is, zaten wij op de ramen op zolder te kijken. Dan konden we zien dat Emden dus helemaal in brand stond. Een groot deel van de bevolking van Woldendorp, ook de familie Haan, trekt via de Zwaagweg naar een boerderij in de Karel Koenraadpolder. Maar daar kunnen ze niet blijven. Zodra wij achter de boerderij kwamen, dan werden we uit de hoek vanaf de dijk over ons heen geschoten. Ze wilden dus niet dat wij daar dus zouden gaan zitten, maar ze waren bang dat de Polen of Canadezen in die boerderijen gingen zitten. Hè? En zodra wij dus buiten kwamen, dan werd er dan gelijk al geschoten. Dus gelijk van, wij willen jullie daar dus niet. Met hoeveel man zat u daar? Ja, zo'n 150, 200 mensen. In de aangrenzende polder, de Johannes Kerkhovenpolder, woont Edo Stegmeijer met zijn vader en zus. Duitse troepen hebben intrek genomen in hun boerderij. De familie Stegmeijer moet van stel op sprong weg. Maar ja, de vee dat moest naar buiten. Dus en toen kwamen ook nog weer beslissingen in dat je er niet gewoon niet buiten kon zijn. En nou, er waren zo tegen een uur of half acht, nee, tegen een uur of acht klaar. Maar om 8 uur was de speertijd. Dus moesten we wegwezen. Maar ja, waar kon je toen nog heen? Dus wij nog op de fiets met niks. Zijn we op Dallingen weer terechtgekomen. U heeft niks meegenomen uit huis? Niks, totaal niks. Wij kregen een paar uur de tijd om te vertrekken. Er zou van beide kanten niet geschoten worden. Toen zijn we vanuit de Karel Koenraadpolder naar Finsterwolde gegaan. Via omwegen, via Boerenlanen zijn wij in Finsterwolde gekomen. En toen wij in Finsterwolde aankwamen, toen hoorden we daar dus net van de Polen. Hadden ze gevraagd en Finsterwolde was toen bevrijd. En daar hebben ze toen de mensen voor het eerst het Wilhelmus gezongen. Dat weet ik nog best, ja. Hoe was dat? Ja, dat was natuurlijk een hele rare ervaring. Want het Wilhelmus had ik dus nog nooit gehoord. Want dat mocht niet gezongen worden in de oorlogstijd. Na het vertrek van de bewoners en evacuees steken de Duitsers de 4 boerderijen in de polder in brand. Uit woede of om te voorkomen dat er Canadezen inkomen. Ondertussen is Edo Stegmeijer nog steeds op de vlucht. Hij moet weg van zijn eerste schuiladres. We hebben een paar dagen in de koolvaart geslapen. Van in de? Koolvaart. Gewoon buiten in de lucht? Ja, buiten in de lucht. Van de Duitsers zochten een mankracht. Ze moesten een mankracht hebben voor de munitie laden op Fiemel en al die dingen meer. En waardoor dat die dingen vluchten. De Duitsers hadden wel in de gaten dat er in dat koolzaad moesten mensen zijn, dus dat schoten ze wel overnemen. Maar ja, dat ging allemaal goed. De familie Haan en de andere evacuees uit hun groep hebben inmiddels wel onderdak. Met z'n allen zijn ze ondergebracht in een boerderij van een geïnterneerde NSB-familie in de buurt van Winschoten. Hier bivakeren ze 3 weken. We zijn met de hele meute daaraan gekomen. Iedereen begon in die schuur om zichzelf een plekje te creëren van stroobalen. Want er stond een kapschuur achter, waar allemaal stroobalen. En iedereen hield dus stroobalen en ging zijn eigen hoekje
zo afbakenen. Kamertjes. Kamertjes maken, als het ware. Ja. Toen ineens toen zag je dus de Duitsers aankomen. Al die dorpen rondom Delfzijl, daar gingen ze zich in graan. Gewoon een buffer voor Delfzijl. Ik denk om de mensen of de soldaten of wat er nog alle gelegenheid te geven om naar Duitsland te kunnen. Maar ik denk dat de Amerikanen eerder in Emden zaten dan dat ze hier in Delfzijl zaten. Willem Dodema woont met zijn ouders en broertje in een boerderij aan de rand van Wagenborgen. Ook hier hebben Duitsers stelling genomen. Half april verschijnen de eerste Poolse tanks. Er breken gevechten uit en de Polen trekken zich terug. Vader en moeder Dodema besluiten te vluchten. Ze gaan naar kennissen, even buiten het dorp. In de verwachting dat de strijd niet lang meer zal duren. Maar het huisje in het open veld blijkt ook een gevaarlijke plek. En er was een nacht. Nou, toen werd er door dat huis geschoten, hoor. Toen gingen die mensen die schuur, dat was een zachte bodem, die gingen ze uitspitten, stroden en dan gingen we s'nachts slapen. Dat we beneden het maaiveld waren. Ja, zo ging dat tot. Op een gegeven moment verschijnt er een stuk of vier Duitsers roem heraus, weet je wel. 2 minuten, nou. Dus wij allemaal naar buiten. En geweer in aanslag, hè. En we moesten de handen allemaal in de nek doen, kinderen en alles. En dan waren er 2 kinderen die gingen in paniek nog vluchten. En dan schoot hij een ook nog op. En er was een oudere man die maakte dan een opmerking over die schoot in de benen. Dus het was wel echt. En toen, nou, ik zag nog een koe, die sneden ze los. Die naar buiten vluchtte. En toen ging dat huis in de fik. Met handgranaten of hoe ze het deden, weet ik niet. Maar dat huis ging in de fik. Waarom? Ja, weet ik niet. Ze brandden het op. Ze vertrouwden dat niet, hè. Wij waren partisanen. Daar gingen ze vanuit. Er zat verzet in dat huis. Was niet zo, maar ja, daar ging ze wel vanuit. Dus mijn handen in de nek. Allemaal werden we voor en aangedreven. Ze liepen achter ons aan met geweer en aanslag, hoor. En zo naar het dorp, hè. En ik hoorde onderweg nog één van die mannen tegen de ander zeggen, oh, dit overleven we niet, hoor. Ze zijn des duivels, ze schieten ons dood, man. En toen moesten we één voor één van de krijgsraad. Ook wij, apart. Dus ik herinner me nog dat ik werd geroepen en door een soldaat opgehaald. En nou, daar stond je. En uw eentje? En mijn eentje. En ik moest vertellen wat daar gebeurd was in dat huis en wat daar te zien was. En of er ook Canadezen gezien waren of er kwamen. En ja, er was allemaal niks van waar. Dus je vertelt dan als kind gewoon de waarheid. De geallieerde troepen blijven steken in dorpen rondom Delfzijl. Maar ook in die plaats dreigt continu gevaar. Willy Brouwers zit in een grote schuilkelder met 40 andere mensen. In de laatste dagen van de oorlog zijn wij in een schuilkelder geweest. Ja, dat heette de Grote Kazerne. Die is gebruikt geweest in de Franse tijd. In het ergste van de strijd zaten wij daar dag en nacht in. Zonder eten, zonder drinken. Toen is er op een gegeven moment een bom gevallen. Maar wij wisten niet wat het was. En toen zegt mijn vader, die zegt, kinderen, kijk elkaar nog maar even aan. Dit is het laatste. Onze haren die vlogen omhoog. Het gebouw zelf stond helemaal te schudden. En de ingang viel dicht. En toen is er gelukkig maar 1 bom, nog op geen 50 meter zo'n beetje, bij ons gevallen. En daardoor stond die hele kazerne, die stond te schudden. Hij is blijven staan, maar alles was eraf. De pannen waren eraf en aan de overkant. Hij was in een tuin gevallen, vlak voor de huizen die er stonden. En die waren ook allemaal kapot. Mijn opoe, die zei altijd, dan zei mijn moeder, Moerke, hoort toch ook met in de kelder? Nee, zei opoe, dat doubt nooit, vrouwke, want ik kan nog laag genoeg onder de grond zitten. Ik doubt nooit. En toen, doordat die bom gevallen is door de luchtdruk, zijn de ruiten geknapt in het huis waar zij woonden. En de gordijnen die waren erdoor gegaan en alles was stuk. En toen is mijn tante, die is naar de voordeur gelopen en die heeft mijn opoe gevraagd en geroepen, Moeke, kom eens kijken, het is allemaal kapot.
En opa is in de voordeur gaan staan. En toen heeft zij hier een scherf gekregen, misschien door beschietingen. En toen is ze in elkaar gezakt en naar het noodhospitaaltje gebracht. En daar is zij overleden. Ook op andere plaatsen vallen burgerslachtoffers. In Termunten overlijdt de opa van Edo Stegmeijer. Hij werd ook geëvacueerd van Volendorp naar Termunten bij een broer van hem. Dus hij zou hem bij dranden gaan hem koffie drinken. Van één huis naar het andere, daar werd hij geraakt. Toen had hij een schilder ervan. In Wagenborgen zijn Willem Dodema en zijn ouders weer vrijgelaten. Ze zitten in een schuilkelder in de kom van het dorp. Toen zaten de Duitsers achter die schuilkelder en die zaten daar met mitrailleur te schieten. Nou, moet je nagaan, overdoom geraas natuurlijk. En toen kwam er een tank in de buurt. We hoorden dat ding brullen. En toen zegt een oude vrouw, die zegt, nou is ons laatste uur geslagen. Maar die rijdt boven over ons heen. Maar er zat iemand voor in die schuilkelder, die pakt een stok en die doet zijn hemd uit wit en die steekt hem eruit. En of die Duitsers nou weggingen of die tank, dat weet ik niet. Maar ineens was het speurtje over. Nou, en dat was een paar uur later. Toen was het helemaal stil geworden, hoor. Toen kwam er een man uit de buurt voor de kelder. Hij zei, jongens, we kunnen eruit. De Duitsers zijn weg. Dus nou, wij uit die schuilkelder. En op de openbare weg waren natuurlijk allemaal mensen, hè. Iedereen die kwam uit de kelder voor de dag. En de Duitsers waren weg. Dus ze praten met elkaar en het was voorbij. Tot er iemand aankomt en die zei, jongens, je opbergen, want de Duitsers komen terug. Ze komen kruipend terug buiten het dorp. En daar werd inmiddels ook alweer geschoten. 45 verscheen voor mij ambtenaar van de burgerlijke standaardgemeente Termunten Schuur Geert. Oud 38 jaren, die verklaarde dat op 24 april is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit zijn echtgenoot. Als het in Wagenborgen even rustig is, lopen de ouders van Ria Schuur door het dorp. Haar moeder is hoogzwanger. De bevalling kan ieder moment beginnen. Toen in één keer kwamen dus de Duitsers weer terug. Toen zijn ze getrokken naar Groot-Bronswijk. En daar zijn zij dus in de schuilkelders gaan zitten. Groot-Bronswijk was dus een psychiatrische inrichting. En dat was dus beschermd gebied een beetje. Toen begonnen de weeën dus erger. En toen moest er een plek gecreëerd worden waar ik dan ter wereld zou kunnen komen. En toen hebben ze dus een aardappelkelder. Dat zat dus ook daaronder die gewelven. Daar ben ik dus geboren. Mijn moeder op een professorisch bed. Een wiegje was er ook niet. Ze hadden een deksel van een rieten koffer. En daar hadden ze een bedje in gemaakt. En daar werd ik dus in gelegd. Ria's moeder wordt bij de bevalling geholpen door de geneesheer-directeur van Groot-Bronswijk, de heer Schaasma. Hij bedenkt de namen voor de pasgeborenen. Aan welk kind worden gegeven de voornamen van Victoria Liberta? Want dat stond op de Canadese tanks. Overwinning, vrijheid. Victory, liberty. Eigenlijk zou ik Aaltje geheten hebben. Het was gewoon een hotsende menigte achter die tank aan, achter die Canadezen aan. Ja, het was een en al vrolijkheid. Er zijn hier ook wel Canadezen achtergebleven, hoor. En daarvan heb ik gezien dat die gemaakt is. Wij zien hier de plattegrond van Wolendorp. Ja. En dan ziet u hieronder, kunt u precies zien, zwarte huizen, die zijn totaal verwoest. Ja. De dubbelgeasseerden die zijn zwaar beschadigd. En dan zijn er ook nog licht beschadigde huizen. Dus 80% van het dorp had toch wel lichte schade. Nou, ik zie geen huizen zonder schade. Nee, dat zie je praktisch niet. Ieder huis had praktisch wel schade. Ja. Ik woon hier op de Zwaafweg. Oké, dus uw woning was licht beschadigd, zeg maar? Die was, alle ramen waren stuk. Alle ramen waren stuk. Er was nog één bovenzolderraam, die was nog heel. Oh. En de rest was allemaal stuk. Okay. Mijn vader heeft later nog andere glas gekregen van een kweker uit Sappemeer. Heeft hij geruild tegenover kippen. Oh. En toen hadden wij dus dat glas in zitten van die kwekers. Was allemaal van het wiebelglas, weet je wel. Ja.
Je kwam hier in een dorp waar totaal veranderd was. De eerste die hier gekomen zijn, was op die zaterdag. En toen zeiden ze dus al, toen hadden de dode soldaten, dode Duitsers, Canadezen, hadden hier dus nog in het dorp gelegen. Ook in Wagenborgen is de schade groot. Aan de hoofdstraat zijn veel huizen compleet verwoest. Die huizen zijn op deze kaart rood gekleurd. De boerderij van de familie Dorma is zwaar beschadigd. Oh ja, dit is hem. De oude boerderij? Ja, met nieuwe woonhuizen. De oude boerderij exact heb ik niet helemaal. Maar... En een nieuw voorhuis, was dat nodig? Ja, dat kon niet anders. Ik herinner me nog dat die boomschuduur, de voorschuduur, die lag eruit. Er was een boom gekomen, het hele kippenhok achter het huis was verdwenen. Daar was ook iets terechtgekomen. Nou, en dat woonhuis, die voorkamer, ja, daar zat een heel gat in het dak. En het was allemaal scherven, hè, daar binnenin. Dus daar is een boom gekomen. Maar die oude achterkamer, daar markeerde niks aan. Er begint een tijd van puinruimen en opbouwen. In de Johannes Kerkhovenpolder komen noodwoningen voor de boerenfamilies. Voor de paarden worden met stroopakjes stallen in elkaar gezet. Ondertussen hebben jongens als de kleine Willem Dorma de tijd van hun leven. Als kinderen, we zochten van alles wat we konden gebruiken. Gasmaskers, helmen. Want bij ons thuis was het opgeruimd, maar bij anderen soms niet. En we vonden handgranaten, hè? Daar gingen we mee aan het vissen. Hoe bestaat het? Hè? En dat het altijd goed gegaan is. Hè? Maar er gebeuren wel degelijk ongelukken. Een paar weken na de bevrijding komen in Spijk 9 mensen om als een opslagplaats met ingezamelde munitie ontploft. Drie weken duurt de strijd aan de rand van de Dollard en de Eems. Zeker 88 burgers, 102 Canadezen en 185 Duitse soldaten vinden de dood.